Goedenavond, dames en heren. Vanavond staan we hier bij het Ketenhuis in Amsterdam. Uiteraard, voor het debat is Holly wel of geen housefeest. Wat verwacht je van vanavond? Ik verwacht vanavond een hele vruchtbare debat eigenlijk. Met verschillende meningen en eigenlijk een verrijking van kennis. Hoe denken andere mensen nou precies? En wat is jouw mening dan hierover? Ik ben eigenlijk tegen Holly als festival. En dat is puur vanwege de kaping van de essentie van Holly. Het is niet het gebruik maken. Want wij staan, natuurlijk staan wij er open voor dat Holly wordt gebruikt als inspiratie voor verschillende feesten. Bijvoorbeeld de Color Run. Maar in dit geval wordt het dusdanig uit proportie getrokken dat het hele concept Holly niet meer te kennen is of zichtbaar is in de festival. En dat vind ik heel erg jammer. Nou, eigenlijk heel veel. Ik heb de discussie gevolgd via de radio die Provini, ik denk een paar maanden geleden, had gevoerd. En het was best wel een heftige discussie. En op een gegeven moment dacht ik van, nou weet je, het is een heel goed initiatief. Want een religieuze, eigenlijk is het een religieuze feest. Kan je niet tot een Europese feest maken waarbij er een heel totaal ander concept wordt gebruikt. Dus, en ik hoop dat dat duidelijk wordt gemaakt vanavond bij het debat, die gaat plaatsvinden. En als Holly nou zou plaatsvinden het voorjaar in plaats van het najaar, zou het dan wel toegestaan zijn om het te kunnen vieren of te kunnen gebruiken tijdens housefeesten? Nou, toegestaan, ik ben geen judge, dus dat is wel een ding. Naar mijn mening, het zou wel de pijn enigszins verlichten. Maar alsnog gaat het om de essentie van Holly. En wat is uw mening? Bent u voor of tegen deze stelling? Ik ben voor de stelling eigenlijk. Dus Holly is wel of geen housefeest? Is geen housefeest. Ik bedoel, ik ga niet opeens kerst vieren in de zomer. Ik bedoel, met kerst zijn we niet alleen maar bezig met de kerstman en met de kerstboom. Maar we herdenken ook het moment dat Jezus geboren is. En het zou dan raar zijn om het alsnog in de lente te doen, maar niet de essentie terug te zien. Ik ben zelf moslim. Maar opgegroeid in Suriname. En ik ken Holly als een activiteit die eigenlijk voor ieder bedoeld is. Voor alle leeftijden. Voor alle mensen eigenlijk. Die daar een band mee hebben. En dan vooral geen grenzen. Met grenzen bedoel ik dan, je mag niet gaan zeggen van, joh, het is voor 18 plus. Er hoort een bepaalde ceremonie bij Holly. Daarom wordt Holly, de avond daarvoor wordt er dan een ceremonie gehouden. Vervolgens aan de volgende dag dat er met poeder wordt gespeeld. Maar dat gedeelte ontbreekt bij zo'n feest. Ik zeg nooit nooit. Never. Maar voor zo goed als nu is mijn mening solid. Er moet wel heel wat gebeuren om dat te doen veranderen, ja. Denkt u dat uw mening nog kan veranderen vanavond na het debat? Verwacht u dat? Nou, ik denk het niet. Ik sta best wel standvastig achter mijn besluit. En ik zie het nog steeds als geen houseparty, maar een religieuze feestdag. Een oeroud religieus lentefeest uit India, waarbij men elkaar met poeder bestrooit. Maar waarvan de naam in het Westen gebruikt wordt om commerciële hippe dance events mee te promoten. Mag dit of niet? Snap jij dat er best wel veel commotie is om de term Holi in de naam van het festival? Ja, ik had er eerst eigenlijk helemaal niet zo over nagedacht. Ik dacht gewoon, oh leuk, kleurtjes. Het lijkt me gezellig met mijn zusje samen. Maar ik begrijp wel dat er natuurlijk, ja, er zit natuurlijk ook een lading bij die niet gewoon leuk feestjes. Wat willen jullie bereiken? Nou, het doel van de actiegroep is om mensen bewust te maken van het feit dat Holi een lentefeest is en geen houseparty in de zomer. En ons verzoek dat we bij de organisatie hebben neergelegd is om de associatie en de verbinding met Holi te verbreken. Holi wordt heel vaak geïnterpreteerd als een feest voor de overwinning van het goede op het kwade. Hetzelfde geldt ook van ik kan makkelijk beledigd worden door wat iemand zegt. Mm-hmm. Hoe iemand doet, hoe iemand zich kleedt bijvoorbeeld. Hoe ver ga ik met hoe dingen mij moeten raken? Van binnen. Ons bezwaar is geen commercie. Okay, dus ons bezwaar is culturele kaping. Ja. Waarbij Holi uit de sociaal-historische context wordt gehaald van de lente. Haal het woord Holi weg uit de communicatie. Ja. Wat ons betreft een hele redelijke eis.
omdat de opzet van het festival behouden blijft. Ja. Ik heb daar issue mee. Ik zou het juist erg vinden als ze de naam Holi weg zouden halen daar. Nee, ik vind als mensen beledigd zijn, dan hebben ze het recht om daar iets van te zeggen. We hebben een gezamenlijke protestverklaring gepubliceerd. Dat ondersteund is door onder andere de Hindoeraad Nederland. Los daarvan, ik heb gesproken dat Arie Samaj, Federatie Arie Samaj Nederland, die steunen jullie niet. Mahasabha Nederland, de orthodoxe stroming, steunt jullie niet. U heeft net verschillende ponies op de foto gezien. Ja, mensen met ras witte wolven noemen, daar heb ik issue mee. Tweede is om je eigen volk, eigen mensen te zien als housecoolie, daar heb ik ook issue mee. Maar daar heb ik echt issue mee. Maar de middenweg is, laten wij de waarden, de boodschap van Holi in ons leven integreren en met zo'n manier, op zo'n manier omgaan met onze medemens, dan gaat het veel beter gaan. En goedenavond, u heeft net het debat bijgewoond. Ja. Wat zijn uw verwachtingen? Het was in die zin was het naar mijn verwachtingen dat het werd goed geleid en de sprekers hebben allebei goed gelegenheid gekregen om hun woordje te doen. Holi, wel of geen houseparty en waarom? Deze stelling ga ik niet beantwoorden, want ik vind hem nogal misleidend. Ik ben van mening dat iedereen op elk moment Holi mag vieren, omdat het uiteindelijk draait om de filosofische waarden van Holi. Broederschap, gelijkheid, het goddelijke in elkaar kunnen zien. Ondanks je ras, afkomst, etniciteit, wie je eigenlijk ook bent. Wij zijn het niet eens met die festivals, omdat wij vinden dat het een vorm is van minachting en culturele kaping. Daarmee bedoelen we dat de oorspronkelijke waarden van Holi die verbonden zijn aan de lente uit de sociaal-historische context worden gehaald. Vervolgens worden verplaatst naar de zomer. Daarmee dus ook de betekenis van lente naar zomer wordt veranderd. Dit wordt gedaan door Europese organisaties die geen deel uitmaken van de hindoe-gemeenschap. Dus het wordt gedaan door een gemeenschap die niet de gemeenschap tot wie die cultuur oorspronkelijk behoort erbij betrekt. En op het moment dat wij daar dus tegen protesteren, wordt ons protest weggezet als niet relevant. Worden wij ook nog eens gezegd om door mensen die het niet eens zijn met ons terug te gaan naar India als het ons hier niet bevalt. Holi is geen houseparty. Mee eens of oneens? Oneens. Ik vind dat iedereen Holi mag vieren op de manier zoals zij dat willen. Holi is geen houseparty. Dat is gewoon hoe het is. Een houseparty, we zagen het ook al eerder in tijdens de uitzending van Pauw Academy. De associatie die de dame had die houseparties bezocht, was niet de associatie die een groot deel van de diaspora wel heeft. En dat is gebaseerd op cultureel erfgoed, waar we allemaal een common understanding over hebben. Allemaal bedoel ik de mensen in de hindoe-gemeenschap, in de hindoe-diaspora. En dat staat niet gelijk aan de houseparty zoals die hier wordt geïntroduceerd. Het is welke party je het ook wilt maken. Of het nou een house party is, een techno party of een Bhangra party of een Hindoestaanse party. Het is een party, het is een samenkomst van zoveel verschillende mensen om eenheid te vieren. Dus ja, het kan. Om die reden, eenheid vieren. Het doel is om de verbinding met Holi in die festivals te verbreken. De opzet van de festivals is wat ons betreft prima met het gekleurd poeder en de house DJ's. Dat is voor ons geen issue. Commercie et cetera ook niet. De issue is dat het wordt gepresenteerd als Holi. En Holi is een lentefeest, is verbonden, is een religieuze beleving. En wij vinden dat het in zijn waarde moet gelaten moet worden. Wat is jouw voornaamste bezwaar tegen de actiegroep Holi is geen houseparty? Ik denk niet dat zij het hindoeïsme vertegenwoordigen. Waarom niet? Omdat zij eigenlijk voor anderen gaan bepalen hoe zij een feest moeten gaan vieren. Zij bepalen wanneer het wel Holi is en wanneer het geen Holi is voor iemand anders. Zij bepalen wanneer de naam van Holi gebruikt mag worden en niet gebruikt mag worden. En daar heb ik moeite mee, aangezien ik een hindoe ben en ik geloof heel sterk in de waarde van vrijheid, elkaar vrij kunnen laten. Immers, we wonen ook in een vrij land. Dus dat betekent ook, als iemand Holi wilt gebruiken in een feest, ook al is het commercieel, dan zou dat gewoon kunnen. En dat is denk ik wel mijn grootste bezwaar. Ben je hindoe? Ik ben hindoe, ja. Ik ben christelijk opgevoed en sinds 15 jaar volg ik het hindoeïsme. En het mooie van het hindoeïsme vond ik juist dat het universeel is. Iedereen kan het volgen. Wat is uw mening? Is Holi wel of geen housefeest? Nou nee, ik vind dat Holi geen housefeest is en moet zijn. Waar het om gaat is het issue van degene die er tegen was. Ik weet haar naam even niet meer. Zij vindt namelijk dat Holi losgekoppeld moet worden van het lentefeest. En dat is eigenlijk het enige wat ze willen. En dat vind ik een hele terechte opmerking. Omdat
Holi als lentefeest bekend staat bij de Hindustanen, zowel in Suriname als in Nederland en uit India. En dat het niet een housefeest is zonder een dieper doel. Want dat is waar eigenlijk de angel zit. Snap je dat sentiment? Nee, want ik zie ook hoe Hindustanen Holi vieren en andere feestdagen vieren. Als ik het even afzet naar de paasparties die Hindustanen organiseren en de Bollywood kerstfeesten. Dat is ook waar ze gaan zuipen en met elkaar misschien ook wel aan de drugs gaan. Ik weet het allemaal niet hoor, wat er gebeurt. Maar dat zijn ook feestjes waar de eerste gedachtegang echt niet is. Oh, Jezus Christus of het christelijke gedachtegoed. Maar dat vinden wij wel oké. Okay. Dat is dus wel iets wat wij in de algemeenheid hebben geaccepteerd. Ik zou het sentiment snappen als ik geen rekening hou met de kernwaarden waar Holi om staat. Holi staat voor eenheid en verbroedering. De ander zien als je eigen en jezelf zien in de ander. Dat betekent dat die persoon die helemaal geen kaas heeft gegeten van wat de spirituele waarde is van Holi, nog steeds mijn broeder is. Ondanks het feit dat hij het niet begrijpt, niet kent, niet ermee is opgegroeid. De taak aan mij is dan om te proberen die persoon wat duidelijk te maken door middel van liefde, door middel van compassie, door middel van begrip voor die persoonse positie. Als het lukt, dan lukt het. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar ik moet niet gekrenkt worden omdat iemand anders een spirituele waarde van mij niet kan begrijpen of niet begrijpt of niet wilt begrijpen. Ik als hindoe zie het als mijn taak om een ander te gaan vertellen hoe ik Holi vier, hoe ik Holi ervaar. Ik neem zo'n persoon mee in mijn beleving. Snap jij het sentiment van de actiegroep Holi is geen houseparty dat zij zich bijvoorbeeld ergeren aan Nederlandse jongeren die eigenlijk totaal geen idee hebben waar de naam Holi vandaan komt? Ik vind dat heel racistisch eigenlijk. Omdat wat ze doen is, ze plakken het woordje, eigenlijk het concept van het hindoe zijn, plakken ze aan hun etniciteit. In plaats van dat ze zeggen, weet je, iedereen mag Holi vieren. Iedereen, ook al is het uit onwetendheid, mag je Holi vieren, ervaren zoals je dat wilt. En het gaat juist om de eenheid en dat je ziet dat... Dat we allemaal één zijn en juist door de kleuren en de poeder vergeet je dat je wit bent, dat je geel bent, dat je bruin bent, zwart bent. Zou het een oplossing zijn om deze commerciële dancefestivals te verplaatsen naar de lente? Dat zou ook een oplossing zijn, maar we weten van die festivals dat de reden waarom ze het juist in de zomer doen het vanwege het weer is. Dus ik denk niet dat het voor hen een realistische optie is. Dus voor ons was de meest simpele en redelijke eis verwijderd. Connectie met Holi en dan is het wat ons betreft opgelost. Ik laat zien hoe mooi het hindoeïsme is. En ik denk niet dat als ik tegen andere mensen zeg van zo doe jij het verkeerd, dat deze mensen met mij meegaan. Maar als ik zeg van kom, ik pak je met de hand mee en ik laat je zien hoe mooi het is, dan zullen ze het eerder aanvaarden. Jouw vader, een van de medeoprichters en initiatiefnemers van de actiegroep Holi is geen houseparty, Dev Baburam, hij schreef in het AD over verkrachting van het hindoe-cultureel erfgoed. Ja. Vind jij die term niet te zwaar of te polariserend? Waarom zou het polariserend zijn? Je hebt natuurlijk de fysieke vorm die verschrikkelijk is, waarbij een persoon de seksuele verwijzing. Maar je kan ook cultuur verkrachten of cultureel erfgoed verkrachten. Verkrachting heeft een bepaalde zwaarte, het heeft een bepaalde lading. En om het te gebruiken op zo'n manier vind ik niet gepast, helemaal niet gepast. Als pandit zijnde spreek ik mensen die in de mandir in de tempel komen. Als geestelijk verzorger spreek ik jongeren die dit hebben meegemaakt. Of familie hebben die het hebben meegemaakt, die zijn verkracht of zijn aangerand. En om die twee ideeën naast elkaar te zetten, een mens wordt verkracht, een mens wordt aangerand. Een concept, een feest, dat wordt niet verkracht. Je kan het woordje gewoon niet zo gebruiken. Nou, verkrachting in ons kader is een slechte uitvoering, door slechte uitvoering bederven. Dat staat zo ook in Vandalen. En dat is wat ons betreft volledig van toepassing op het Holifeest. Vindt u de woordkeuze polariserend? Ik vind het een woord dat komt uit onwetendheid. En polariserend, ja, het hangt er vanaf hoe je naar kijkt. Ik vind het wel polariserend. Ik vind het storend. Het stoort mij. Ja. Het is opvallend dat vooral hindoes van Surinaamse afkomst hier een probleem mee hebben. Want veel hindoes, bijvoorbeeld uit India, zijn toleranter, veel meer open-minded. En die zien het als een non-issue. Hoe denkt u hierover? Ik denk dat het echt een migrantenprobleem is. Omdat zij eigenlijk
hun identiteit hebben verloren. Wel kan ik me voorstellen dat er andere sentimenten heersen onder de Surinaamse Hindoestanen dan onder de Indiërs. Hoe komt dat? Ik denk dat het koloniale verleden daar zeker een rol in heeft gehad. En ik denk dat, ik denk dat als je zoiets hebt als een koloniaal effect en ook een migratie-effect, daar hebben wij ook mee te maken gehad, dat kan zorgen voor juist het meer in ere houden van een bepaalde symbolische waarde van cultureel erfgoed. En ik denk dat misschien zeker een groep mensen het idee heeft dat dat nu in gevaar loopt. Je kan een geloof niet afpakken. Je kan een cultuur niet afpakken. Je kan het hoogstens delen. Cultuur is zo wisselend. Het verschilt van persoon tot persoon. Het verschilt van familie tot familie. Het verschilt van tijd tot tijd. Daarom ben ik ook naar Berlijn geweest om Holly Festival of Colors te ontmoeten. Om te ervaren hoe zo'n feestje eraan toe gaat. En ik heb ook gezegd tegen de organisator: ik zou graag willen dat je een keertje komt om te zien hoe ik Holly vier. En hij zegt: ja, heel graag. Lijkt me hartstikke leuk. Ik heb hem de hand toegereikt en gezegd van: ik wil jou meenemen in mijn hindoe-beleving van Holly. Nou kijk, als meer hindoes dat zouden doen, dan zou zo'n jongen, zo'n blanke jongen waar jij het over hebt, die naar zo'n housefeestje gaat, de associatie kan veranderen. Het begint geleidelijk. Wat nu als jij, Pravini, met je gelijknamige band Pravini, zou mogen spelen op een Holy Festival, commercieel Holy Festival, met duizenden bezoekers, gedegen promo, een financiële boost in je carrière, lucratieve toekomstperspectieven, maar wel onder het gebruik van de naam Holy. Zou je dat dan doen? Ja, dat is geen dilemma voor mij. Daar zeg ik principieel nee tegen. Ook omdat ik vanuit mijn muziek een boodschap breng. Ik ben activist, hè. Ik ben niet alleen een muzikant. En als persoon zeg ik van nee, daar kan ik niet aan bijdragen. Ik ben er overigens niet de enige. DJ Insane, een Hindoestaanse DJ, die is ook benaderd door het festival. Heeft ook geweigerd, heeft het festival ook aangesproken op het feit dat het een enorme belediging is voor de hindoegemeenschap. Dus daarin sta ik niet alleen. Het is net zoiets als yoga is nu ook over het algemeen geaccepteerd in het Westen. En er wordt ook niet continu gerefereerd naar India. Maar een hindoe kent en weet waar yoga voor staat. Maar de manier waarop het hier in het Westen wordt beoefend, dat komt niet uit zo'n geschrift van een oeroud, weet je wel, hindoe-filosoof. Ten slotte, vindt u de kwestie Holi wel of geen houseparty een issue of een non-issue? Ik vind het net zoals heel veel andere hindoe-organisaties en zowel Indiase, Nederlandse als Surinaamse organisaties een non-issue. Dus in conclusie, een issue of non-issue? Totally a non-issue. Oké, laatste vraag. Zou een blanke jongere uit Oost-Overijssel, die bijvoorbeeld bij een Holy Fusion Festival is geweest, uitnodigen om mee te gaan naar een religieuze holy-viering? Absoluut. Hij is van harte welkom volgend jaar maart in de lente. Maart 2016 is hij hartstikke welkom. Dank u wel. Geen dank.